Nog altijd is de Lange Dijk in Noord-Holland, ook wel het Rijk der Duizend Eilanden genoemd, een tuinbouwgebied. Bijna 90 jaar zijn de producten van deze streek geveild in Broek op Lange Dijk, waar in 1912 dit houten gebouw als vaarveiling werd opgetrokken. De tuinders voerden er hun groenten en aardappelen per schuit binnen. En via de veilingklok brachten de handelaren hun bod uit op de aangeboden partijen. Eind 1973 werd deze oudste groenteveiling van Europa opgeheven. Maar het gebouw is bewaard gebleven. En toeristen kunnen hier nu nog zien en horen hoe alles vroeger in zijn werk ging. Dan gaan we nu nieuwe aardappelen veilen. Dat zijn eerstelingen, zijn het, hè? Middel. Een kilo aardappel. We beginnen met 1 gulden 70, 1,60, 1 gulden 50, 1,40 voor die aardappelen. 1 gulden 30, 1,20, 1,20 voor nummer 79. Dat gaat lekker. Nog een keer een kilo aardappelen voor 1 gulden 70, 1,60, 1 gulden 50. 1 gulden aardappelen 40, worden er nog steeds veel verbouwd op die vruchtbare gronden van het Geestmerambacht ten noordoosten van Alkmaar, waar door verkaveling en schaalvergroting veel sloten gedempt zijn, maar waar toch nog lang niet alle vaarverkeer heeft plaatsgemaakt voor rijverkeer. Zo groot was voorheen de aanvoer naar de Broeker vaarveiling, dat er in de loop der tijden grote lichthallen moesten worden bijgebouwd die plaats boden aan honderden schuiten met producten. Overigens komen tegenwoordig tonnen aardappelen niet verder dan Broek op Lange Dijk zelf, waar ze namelijk verwerkt worden tot chips in een fabriek die werk biedt aan meer dan 600 mensen. De cultuurhistorische waarde van de veiling in Broek op Lange Dijk is gelukkig tijdig onderkend. Het gebouw met zijn typische architectuur en zijn karakteristieke ligging in het water zal dan ook als monument behouden blijven.